Gezien dat het weer nogal onvoorspelbaar is, ben ik nu komen horen voor een regenjasje. In de hoop natuurlijk dat het niet regent, maar ik denk dat die kans vrij klein gaat zijn. Running Planet in Berchem krijgt nog snel wat lopers over de vloer die zondag liever niet voor een onaangename verrassing willen staan. De ervaren lopers hebben waarschijnlijk wel een geschikte uitrusting voor alle weersomstandigheden in hun kast liggen. Maar voor de sportievelingen die voor het eerst deelnemen, is het echt zoeken naar de beste kledij. Expert Bart, zelf ervaren loper, geeft nog wat tips voor wisselvallig weer. Je zou toch wel een goed regenjasje meenemen. Dus noods laat je het liggen wanneer, juist voor de start, als je toch er betere weersomstandigheden eraan komen. Maar ik zou het toch zeker en vast meenemen. Het is klein. Sommige regenjasjes kan je zelfs gewoon als een kW of ergens een beetje wegsteken, zodat het niet gaat hinderen tijdens het lopen. Maar als het dan een regenbui doet, dan heeft u wel iets mee dat jou droog kan houden. Voor de rest de juiste lagen, vermijd katoen. En eventueel een petje of iets dergelijks kan jou droog houden. Gespecialiseerde winkels zoals deze hebben allerlei soorten regenjassen hangen, al zal een goede kW ook al wel helpen.